heerlijk. 20 na 12. Mijn vrije dag. Het is donderdag. Nee, vrijdag. Eindelijk vrij. 10 dagen of zo. Gewerkt achter elkaar. 7 op 7. Nu 1 dag vrij en dan begint een nieuwe week terug. Dus ik ga er volle bak van genieten. Ik heb hier wat besjes aan het eten. Ik ga s'avonds naar de winkel. En dan gaan we naar een super vet meer. Nu blijf ik nog heel even hier. Want Sam, iemand die hier ook woont, die is van Tim, komt hem verrassen. En ik wil erbij zijn, want dat lijkt me gewoon heel nice om te zien. Yes, let's go. Dag Tim! Hey, ik heb trouwens al een mooie video op YouTube staan, hè? Ja, ja, je moet maar eens kijken. Dat is echt een dikke bus, man. Dat is een 2,5 liter T5. Oké, ik ga niet wachten op die verrassingsvriendin. Ik ga gewoon naar de winkel. Heerlijk. Let's go. Voilà, dus Sam zijn vriendin en ouders waren toch nog net aangekomen toen ik erbij was. Het was wel schattig om te zien. Lachen, grappig denk ik als er ineens zo mensen staan die je niet verwacht uit het niks. Oké mensen, ik ben nu bij de winkel. Ik ben hier bij de Lidl in Koefstein. Dat is ongeveer 20 minuutjes rijden, hier is het gewoon veel goedkoper. Dus als jullie mij terugzien, heb ik hier een mooie winkelman staan. Lekker eten en drinken. En kan ik weer een week verder, of tenminste een halve week. En dan gaan we iets anders doen. Misschien eens rondwandelen in Koefstein. Een beetje op ontdekking gaan, foto's maken. Yes, let's do it. Ik ga winkelen. Joe. Ik heb hier net een artikel gevonden over Koefstein. Dit is ook in Koefstein. Ik ga proberen daar ook een foto van te nemen. Ja, over dat Koefstein toch een parel is van Tirol en dat je die niet mocht overstaan. 20.000 inwoners, indrukwekkende keizergebergte, torenhoog boven Koefstein. Slingerend netwerk aan wandelpaden en tientallen berghutten om te overnachten. Ik denk dat ik op ontdekking ga in Koefstein en dat ik jullie mee ga nemen. Stadswandeling, met de auto omhoog rijden om een mooi overzicht te krijgen, ik weet het niet. Ik ben er nog nooit geweest, dus we gaan het zien. Ik ga gewoon rondrijden. En ja, we gaan zien waar we uitkomen. Dit is toch mooi. Dit is avontuur. Let's go. Daar zit je dus het fort van Koefstein. Dat is 800 jaar oud, heb ik net gelezen. En daar staat het oudste orgel ter wereld. Staat daar in die burcht. Ik heb ergens parking gevonden in Koefstein na 3 kwartier rondrijden. Alles is hier ondergronds, maar ik pas daar niet onder. Nu ga ik de camera pakken en dan gaan we op ontdekking. Ik ga de lange lens ook meenemen voor als ik mooie dingen zie. Mooie shots die ik graag wil hebben. Ja, anders is het zonde om zo'n lens te hebben als ik hem nooit meeneem. Dus, let's go! Burcht, binnenstad. Dit is een heel oud straatje. Dit is echt super vet. Wow, yo. Hoe nice. Mooie tekening hierop. Het is hier wel echt mooi, hoor. Toch een stad met 20.000 mensen eigenlijk. Allemaal studenten bijna, heb ik gelezen. En toch omringd door bergen. Bergen, daarachter is een skigebied. Daar allemaal skigebieden. Dus je kunt hier mountainbiken, skiën, alles. En toch heb je hier cafés, leven. Ik ga hier iets drinken en iets eten. Dan ga ik proberen even naar de hoofdstraat te vinden. Daar misschien iets drinken. En dan daarna ga ik terug naar de auto gaan, want die staat geparkeerd op een plek waar die eigenlijk niet mag staan. Dus misschien dat die niet wordt weggesleept. Echt mooi hier. Bergen, speeltuintje. Sneeuw is hier het meest normale ding. Dit is ook al een vet ding dat daar staat in die garage. Wow, yo. Steyr diesel. Nou ja, ik ben terug op de parking. Ik denk dat ik Koefstein heb gezien. Ik weet het niet zo goed. Het is klein, maar ook groot. Niet echt een wandelstad. Ja, je hebt wel gewoon een paar straten in het centrum. Maar wat ik nu ga doen is proberen een bergweg te vinden. Om ergens naar boven te kunnen rijden. En dan eventueel een uitzichtspunt te hebben. Ja, dat lijkt me chill. Dus ik heb hier via de satelliet-treinknop van Google Maps een klein wegje gevonden dat, zoals je kunt zien, naar boven loopt. Tjak, 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 naar een kapel. En daar campuswand, een foto iets. Heb ik zelf nog niet eens bekeken. Dat lijkt me dus wel iets leuk. Dus hier ga ik even naar boven rijden en kijken als er iets te zien is.
Oké, never mind. Er is dus altijd een verschil tussen Google Maps en real life. Dit is volgens mij een roddelbetrip. Ik weet niet eens wat al zei. Ik zou dus hier roddelen, ik weet het niet. Maar op zich heb ik hier ook al een vrij goede view. En wat ik nu aan het denken ben, is dat ik 's nachts ga terugkomen als het blauw is, zoals vandaag. En hier dan met een statief deze framing pak en dan vol sterren. Dus ik denk dat ik eventueel deze avond, als het zo open blijft, dat ik terugkom en hier ga proberen dikke shots van de sterren te maken. Het zonnetje schijnt. Oh, dat is lekker. Goeie lucht hier. Je kunt ermee lachen, maar dat mensen die in de bergen zijn geweest, die weten dat je op een of andere manier, je proeft gewoon dat dat anders is. Dat ruikt anders. Dan ga ik hier lucht te snuiven alsof er een tekort is, maar... Daar is een man. Ja, je gaat dat niet zien. Die heb ik net op foto met zijn hond met de bergen erachter. Dat is het leuke aan deze. Hier kun je zo echt andere perspectieven mee vangen. Die je normaal niet ziet, maar ook niet opmerkt. Dus dat is, ja, dat is wel leuk. Oh, dit is toch echt heerlijk. Het is warm. Ik weet niet hoe warm, maar ik denk wel echt... I don't know. 8 graden of zo? Kan dat? Ja, dat kan. Alles is ook aan het smelten. En hier kun je zien, dat merk ik nu pas op, dat in de zomer dit een maïsveld is. Want je ziet daar de stoppels. En hier ligt de mest al klaar. Ik denk dat ik koestuin wel heb gezien. Ik ga nu even terug naar ons huis rijden. Ga ik heel even mijn spullen die ik in de winkel heb gekocht, denk ik, uitladen. Dan daarna ga ik richting het meer gaan. Waar ik oorspronkelijk naartoe wil gaan. Ik heb horen zeggen dat dat uitverkoren is tot een van de mooiste plekken van Oostenrijk. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Ik hoop daar eventueel ook een paar heel mooie shots te maken. Picobello. Dit is dus het huis waar alle skileraren zitten. Ik weet niet als ik dat in mijn vorige vlog had laten zien. Ik denk het persoonlijk wel. Maar ik wou gewoon nog even dit shot, jongens. Oh, de vogels, daar loopt een rivier. Die kan ik jullie even laten zien anders. Wacht, even dit wegleggen. Huis IJzerman noemt dit. Het is een wandelweg. Die loopt hier onder deze stal door. En dan helemaal naar boven. Hier heb je nog een oud Oostenrijks geschrift. Hier loopt de rivier. Ah, het is echt mooi. Kijk dan, hier woon ik nu. Tijdelijk. Ik ga even een pannenkoekje eten, denk ik. En dan ga ik richting het meer gaan. Misschien heb ik iets te lang gewacht, want de zon is net weg. Tjutoch. Oh, dit is zo ziek waar ik hier aan het rijden ben. Zelfs wordt het echt prachtig mooi, denk ik. Helemaal op een bergtop. Op zo'n bergpad al een paar minuten. Achter die skibus. En hier heb je alleen maar van die kleine hutjes langs de weg. Voor de rest helemaal niks. Dit is dus het meer. Helemaal bevroren, sneeuw erop. Ik denk dat ik hier wel echt prachtige foto's kan maken. Wauw. Hintersteinerzee noemt het. Wow, Thomas. Ah ja, daar komt de bus aan. Moet ik achteruit naar daar? Snel! Ik heb mijn multitool niet bij. Dus ik zal zelfs laten zien, jullie zitten nu in een boom. Ik ga de auto verzetten en dan ga ik een dekshot maken. Hier is niemand! Zo stil. Wauw, dit. Het is zo prachtig en zo stil.
Dit is de boom waar ik jullie zo had ingezet, zo op deze manier. Tussen die takken. Wow! Het is hier gewoon echt... Hier word ik echt gelukkig van. Ik meen het. Zou ik eens roepen? Woo! Die echo! Echo! Hoe ziek is dit? Oh, zalig. Ik ga nu even terugrijden, denk ik. En daar proberen een foto te nemen van het meer. Wow. Ik ga de auto hier even laten. En kijken als ik in dat hutje kan komen. Ik weet niet of je dat kunt zien. Ja, ik denk het wel. Die is ook super prachtig. Dus als je zo één beeld hebt, moet je denken. Met je blote ogen heb je eigenlijk dit beeld. Ik had geen betere rustdag kunnen voorstellen. Zou eens nog goed eten. Oh, joh, die sneeuw is diep, joh. Maar ja, dan hebben we maar natte voeten. Hohoho. Kijk daar, dat zijn sneeuwwolken, jongens. Het gaat weer sneeuwen, denk ik. Het weer gaat weer slechter worden. De laatste dagen was fantastisch. Dit is denk ik toe. Er komt nog een auto. Ik ga even wachten. Want daar staat privaat op. Verboden te betreden. Oeps. Wauw. Ik hoop dat jullie kunnen meegenieten met mij. Want dat is het wel. Het is goed genieten. Er is hier niemand rondom mij. Leeg. Bergen, bergen, bergen. Eén groot meer. Huisje. En ik sta hier. Dan voelt je zo klein, hè. Dat is machtig. Voilà. Ik ben er geweest. Ik heb een paar heel mooie foto's, denk ik. Dus nu s'avonds ga ik direct thuiskomen. Direct eten maken. Een paar uur editen. Ik hoop anderhalf uur of twee uur te kunnen editen. Dat alles klaar is. En dan die skis doen. En dan is de dag om. En dan heb ik genoten. Back home. Ik ga naar binnen, ik ga koken. Ik ga zien als ik dat ga filmen. En anders dan film ik terug op de kamer. En als ik de skis ga doen of zo. Let's go. Heel even al mijn spullen opruimen, want zo kan ik natuurlijk niet slapen. Het is 6:50. En wat ik nu ga doen, is de foto's editen van vandaag. Even eventueel even werken, gewoon wat mails. Proberen nog wat jobs te fixen. En ja, dat is het. Er is niemand die zijn skis nog moet geslepen hebben. Hier ga ik blijven dan deze avond. Misschien een glaasje wijn drinken. Zo, dat was hem weer. Ik heb de hele avond foto's liggen editen, sorteren. Ja, niet deze, maar hier van vandaag, zoals je weet. Tadaa. Morgen, 6:45 gaat de wekker. Gaan we weer skiën. Alles ligt netjes klaar voor morgen. Ik ga nu slapen. Ik zou zeggen, geniet van je dag en denk eraan alles wat je droomt is mogelijk. Werk ervoor. Zit niet alle dagen te zuipen. Werk ook 's avonds, zoals ik doe. En geniet, want dan is alles mogelijk. En blijf geloven in jezelf. Ciao.